hago la 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 la. Yo, kijkers en welkom bij een nieuwe FIFA 15 Arsenal Career Mode. We hebben een bekerwedstrijd op de planning staan tegen Burnley. Nabri heeft een vraagje, dat is leuk. Maar ja, niet echt belangrijk voor mij. Hij wil gewoon meer speeltijd. Nou, ik zou hem bij de wissels op de bank zetten. Kan Walcott beter uitrusten. Evenals... Ramsey kan zo beter uitrusten. Dat is ook prima. En... ja, meer kan ik niet echt doen. Ik heb mijn selectie toen behoorlijk gekrompen. Heel veel spelers vuurt en zo. Aan de andere kant heb ik er nou een beetje spijt van. Maar ja, we gaan ervan maken wat we ervan maken kunnen. En we gaan gewoon ons best doen. Deze wedstrijd tegen Burnley, though, die gaan we simuleren. Want ik heb geen interesse om tegen hen te spelen. Kijk, is heerlijk. Geen interesse in. Het is, Capital One Cup, weet je. Prachtig. We winnen met 2-0. Hartstikke mooi. Nou, dit is waar het interessant gaat worden. Het schema zoals we nu gaan zien. Prijsgeld 2000. Kan je helemaal niks mee. Maar let op. Tottenham. 1 dagje rust. Manchester City. 1 dagje rust. Feyenoord. 2 dagjes rust. Chelsea. Dit is zo fucked up eigenlijk. Ik denk dat ik Feyenoord met mijn B-team wel aan kan. Met alle respect hoor. Maar we zijn Arsenal. Dus ik denk dat ik ze met mijn wissels wel in ieder geval gelijk kan spelen. Dat moet in ieder geval te doen zijn. En dan gaan we hier tegen Shakhtar. Dan gaan we gewoon voor de winst. Want dat hebben we... nog niet gedaan. Ik dacht dat we hebben tegen CSKA Moskou al gespeeld, maar niet tegen Shakhtar. Maar goed, we gaan in ieder geval ons best doen. Ik wil eigenlijk tegen Tottenham en Manchester City, die nu komen, zoals jullie zien, wil ik mijn basiselftal beide keren gaan gebruiken. Dat voelt me toch wat veiliger mee, om maar te zeggen. Dus we gaan daarmee ons best doen. Özil is wel iets... iets vermoeid, als het ware. Cazorla is ook niet de fitste. Oh. Had ik niet verwacht. Cazorla is iets fitter. Maar, whatever. Ik doe dat niet hier. Dat doen we gewoon hier. We gaan de wedstrijd spelen. Thuis. Tottenham Hotspur. Leuke tegenstander verder. Daar is niks over te zeggen. We gaan dus in ieder geval Cazorla een keertje starten. Koscielny wordt direct aanvoerder. Nou, oké. Martinez, die is in zijn sas de laatste tijd geweest. Die scoort. Hopelijk doet hij dat nou ook. Let's go. Nou, daar gaan we. Tottenham Hotspur. We gaan ons best doen. En hopelijk punten pakken. Wow, ik dacht dat we die wel weg zouden halen. En in één keer Eriksen die kopt. Oké. Oh, dat is hard, dat is diep. Maar we zijn sneller en we knallen direct de 1-0 erin. Heel veel sneller waren we niet. Maar we stonden aan de goede kant eigenlijk. Het was in één keer uithalen. En Jackson Martinez maakt af. Wat me opviel is dat Tottenham Lacazette heeft. De andere aanvaller die wij ook in gedachten hadden. Het is uiteindelijk Martinez geworden. En die knalt hem hier goed in. Uh-oh. Oeh. Daar is Lacazette, hoor. Met een schot. Gelukkig lekker naast. Ik weet niet wie daar gaat. Maar we gaan iets proberen. We moeten toch wat. Ik zie heel veel ruimte hier op deze kant. Ik had eigenlijk gehoopt dat Gibbs dat hij naar voren was gegaan. Maar dat heeft hij niet gedaan. Moet kijken wat ik hier kan uithalen. Laten we gewoon schieten. Helaas. Oh, dat is een overtreding. Juist. Hier kunnen we niks eigenlijk. Ik had hem wel in de 16 kunnen gooien, maar even kijken of ik kan opbouwen. Sanchez.
En dan geef ik eigenlijk zelf de bal gewoon weg. Dat is slecht. Walcott gaan, Walcott. Je bent snel. Oh, goed die slijding ontweken. Geef hem voor. Alleen er komt bij niemand aan. Wat de fuck gebeurt er allemaal? Bal start het overal heen. Nou, hier is Martinez. Gaat dit hem worden? Nee, we halen de corner uit. Vind ik nog best netjes vanuit die hoek. Wilshere die corner gaat nemen. En dat is weggekopt door de verdediging. Oh, die bal die komt aan. Moeilijk geschoten. En weer een corner. Gaan we, dikke Cazorla. Super teach. Kan niet koppen. Is de debuutje hier. En I don't know. Volgens mij scheelt dat niet zo heel gek veel. No! Oeh, Perrin was daar nodig en hij stond er. Oh, Eriksen die ons aan het ownen is, geeft de bal voor. En ze koppen nog gelijk ook. We hadden daar weg moeten... We hadden hem daar weg moeten halen. Die bal die ging op ons af. En we lieten Lacazette gewoon voorspringen. Dat is wat er gebeurde. Let maar op. Daar kan de voorzet. Hij ging in principe op... Ik denk dat Koscielny is geweest. Ging die af. Ja, dat is Koscielny. En Lacazette sprong zich er goed voor. Özil de ruimte in. Özil. Oh. Hij doet het wel hoor. Hij brengt ons gewoon weer op een voorsprong. Özil. God, wat ben jij belangrijk voor mij tot nu toe in deze carrière. ...2-1. Sprint de ruimte in. Verdediger mist de sliding en wij werken hem simpel in het hoekje. Oh, daar is een paasje. Welbeck. Oh, kom op. Ja. Yeah. Zo doen we dat en dan is het binnen. Welbeck pakt zijn doelpuntje mee op aangeven van Özil. Daar is de paas. Verdediger veel te wild. En gecontroleerd er langs. Daar drukte ik bonk op pauze. Hoge water, weg. Goed. Oh, Welbeck. Wees sneller als je... Nee. Hier is Welbeck nog een keer. Langs de verdediging, een schot. Oeh. Vorm gestrekt. Goede redding. Oh, hier is Tottenham in de aanval. Gaan ze nog eentje inleggen. Oh. Weg. Goed. En het is einde wedstrijd. En we winnen met 3-1. Dan gaan we door naar Manchester City. Daar gaan we. We spelen in ieder geval thuis. Manchester City, moeilijke wedstrijd. Maar we gaan ons best doen. Oh, wow, nood. Wow. Oh, dat komt gewoon aan. Nee, dat... Dat, nee. Toen ik de bal onderweg zag... Oké, hij is inderdaad buitenspel. Laat maar. Oh, Sanchez naar binnen. Oh, dat is een slap schotje. Ik wou niet zo snel schieten. Maar ik drukte al iets de knop in. We hebben een corner gewonnen, dus heel erg is het niet. Özil gaat die corner nemen. Hopelijk gaan we er ook iets uithalen. Bal gaat echt veel wijder dan ik altijd in gedachten heb. Haal maar gewoon uit, dat doen we wel eens vaker. Oxlade-Chamberlain. Oh, ik denk dat gaat even mooi worden, maar... Dan was ik iets te gretig. Özil op de vleugel. Oh, en dat is neergehaald. Ik kan zeggen, dat moet een vrijtrap zijn. Misschien zelfs een kaart? Jazeker, geel.
Ik weet alleen niet of ik deze plek echt mooi vind. Het is niet slecht, maar I don't know. We gaan er wel schieten. Alleen niet met Sanchez. Maar met... Özil deed de vorige keer wel mooi, maar Sanchez heeft... Ah, we gaan met Özil. Let's do it. In de handen van de doelman. Nou, Özil is er weer door hoor. Özil! En dat is naast. Oh, nog altijd 0-0. Rust met een stand van 0-0. Owned! Twee keer geel is rood inderdaad. Ga er maar vandoor, Fernandinho. Tot nooit meer weer. Halen we ook voordeel uit die vrije trap. Dat is de volgende. Oh. In ieder geval uit die rode kaart en vrije trap. Daar is een voorzet. Jackson Martinez komt er niet aan. We gaan... Ah, is onderschept. Özil er langs. Een schot. Keeper. Dat is een diepe bal. Gibbs moet even een sprintje trekken. Kan hem voorgeven hier. Doet dat ook. Martinez, nee. Weer onderschept. Schneiderlin. Oh. Oh, pas hem. Nu. No. Nou, dan gaat Sanchez weer. Sanchez. Open. En dat is naast en over. Balletje naar Welbeck. Kom op. Keeper. Alweer. Özil met de corner. En een kopbal. En weer de keeper. Dit is niet normaal. Volgende poging. Dat is ook voor de doelman. Wilshere. Naar Cazorla. Naar het midden. Gibbs. Welbeck. Al die verdedigers. Hoe ga ik hier godsnaam een opening in vinden? Nou, hier misschien dan. Keeper. Heel Manchester City in de verdediging. En een... Nee. Nu. Nee. Oh mijn god. Hier is... Nee. Hou hem bij je. Pas hem... Ah, niet daarheen. Oh, Welbeck. Lekker bezig. En... Ja! Ik dacht dat het buitenspel was. Maar ik neem hem. Wie is het uiteindelijk geworden? Cazorla. Wat een doelman daar bij Manchester City, zeg. Ik kwam er niet langs. Maar Cazorla brengt ons nou op 1-0. Uh-oh, your City. Jagen, het is nog 1-1 ook. En ik greep gewoon een ram op mijn bureau. Want eigenlijk is het toch gewoon zonde. Na zo lang zoeken naar een 1-0 wordt het zo gauw alweer 1-1. Daar kan ik niet goed tegen. Dat is jammer. Hier is Oxlade-Chamberlain. Voorgeven nu. Kom op. Nee. Kop, Subotic. Kan je koppen? Je kwam er wel aan, maar het is niet voldoende. En dan hebben we een inrooi. Slotminuten van de wedstrijd. Iemand moet de bal even ophalen. Dat Jezus tering. En zo eindigen we de wedstrijd met 1-1 tegen Manchester City. Jammer eigenlijk. Maar misschien wel een terechte uitslag. Heel lang gelijk opgegaan, toen kwam ik voor. En toen kwamen hun ook direct weer op gelijke hoogte. Zonde een beetje. Een beetje heel erg zonde. Ik ga mijn team even motiveren. Als Pina wil meer speeltijd. Ja, is jammer voor jou. Gaat niet gebeuren. Maar ja, ik zal zeggen, jammer een beetje van dat resultaat. Vond je een leuke video? Laat dan een like achter en deel hem. Ik bedank jullie voor het kijken en voor alle steun. En ik check jullie de volgende keer weer. Laters!